We hebben hier het laatste blaadje van Halsteren vooruit in onze handen. We hebben het ooit gevonden in een stapel oude kranten. Dit nummer is van 27 november 1926. En het gekke is, ik denk dat het eerste jaargang is, maar dat het daar ook waarschijnlijk bij gebleven is. Want in dit nummer wordt ontzettend geklaagd over het feit dat het allemaal zoveel kost om zo'n blaadje uit te geven. De drukkosten. En in die tijd reken maar dat dat heel wat anders was dan nu in de moderne digitale techniek. Dus dat drukken, dat kostte best een hoop geld. En ja, dan moest je natuurlijk abonnees winnen. En of je die ook kon winnen, dat was de vraag. Maar hier een ernstig woord aan onze abonnees. Daarmee opent dit blad op de voorpagina. En dat gaat dan erover, ja, kijk eens, het kost allemaal veel geld en we hebben veel geld nodig. En bovendien is het zo dat we ook geen adverteerders zien verschijnen. En dat is natuurlijk het grote probleem, want elk blad heeft adverteerders nodig. Of je moet de abonnementsprijzen zodanig verhogen dat je toch uit de kosten komt. En op de achterpagina van het blad, wat overigens maar 4 pagina's beslaat, je zou bijna kunnen zeggen een grote noodkreet, steunt voor de goede zaak Halsteren vooruit. Door het plaatsen uur advertenties en u op te geven als abonnee. Je zou dit kunnen beschouwen als een noodkreet. Wat overigens hier ook al opvalt in dit blaadje, dat vanwege de inhoud hiervan en toch wel kritische noten die hier af en toe worden gekraakt, dat er ook nog boze commentaren komen. We zien dat tegenwoordig natuurlijk ook al volop gebeuren. Dat er de journalistiek onder druk staat. En dat komt via Twitter, via Facebook en weet ik wat allemaal nogal meer. En dat was er in 1926 natuurlijk helemaal nog niet. En wat zij schreven in het blaadje Halsteren vooruit, wat genoemd wordt Weekblad voor Halsteren en omstreken, gewijd aan politiek, bankwezen, landbouw, geschiedenis en sport. Maar politiek, ja, werd ook nogal over geschreven en op een behoorlijke kritische manier. En kennelijk is dat velen niet welgevallig. En begint men, en daar wordt ook over gesproken in het blad. En als u het wil lezen, dan moet u de PDF-pagina openen en dan kunt u vergroten. En dan kunt u eigenlijk op uw gemakje eens lezen in deze woordenbrei, want het is een blad vol woorden, wat er toen allemaal aan de hand was. Interessante ontwikkeling, eerste jaargang en we zijn zomaar bang dat er nooit een tweede jaargang is verschenen. We weten ook helemaal niet wie het eigenlijk hierachter zat, want we zien wel staan brieven voor de redactie en administratie te richten aan J.M. van Aert, en dat is de administrateur, en die woonde destijds op B43, en dat waren toen de huisnummers nog. Nou ja, voor de kosten hoefde hij het waarschijnlijk niet te laten, maar de abonnementsprijs per kwartaal bij vooruitbetaling was slechts 70 cent. Dus ja, daar kun je natuurlijk niet voor sukkelen, maar vergeet niet, in 1926 was natuurlijk 70 cent heel wat anders dan nu in 2020. Dus hier bij het laatste nummer in ons bezit, je kunt ook zien dat het ergens heeft gelegen waar op een zeker moment ook de muizen een hartig hapje hebben meegenomen van dit blad, maar waarschijnlijk het niet lekker vonden en er toen maar van zijn afgebleven. Nou, dat was dan Halsteren vooruit. Het laatste nummer van dit befaamde blaadje, dat toen nog toch eigenlijk allemaal op die loodzetmachines werd gemaakt. Een heleboel werk, dus bekijk het eens op uw gemak. Dank u wel.